Nou, oké, daar gaat hij. Dit is ons hek. Kom je binnen. En dan staan hier de gasthuisjes. Het gras is pas gemaaid, maar het is erg lang, hoog alweer. Dus het is een beetje lastig om er doorheen te wandelen. Hier is ons huis. Compleet van teak. Een werkende watertoren. Waterput. En dan met allemaal kooksnootbomen. Er staan hele hoge kooksnootbomen, een meter of 30. En lagen. De lagen die produceren kooksnoten om te drinken, dus voor het water. En de hoge die produceren kokosnoten voor het vlees. En daar wordt bijvoorbeeld olie van gemaakt. Nou, dit is. Hier zitten chauffeurs als ze toeristen brengen. Daar wachten ze. Een reclamebord van een telefoonmaatschappij, de D-Tech. Mijn vrouw heeft een school om apen te leren kooksnoten te plukken. We hebben best een leuke website, www.firstschoolformonkeys.com. www.firstschoolformonkeys.com. Trainen apen om kooksnoten te plukken. Gaat op een diervriendelijke manier, zonder te straffen, alleen maar belonen. Wij moeten maar eens op de website kijken en dan nog een keer je vragen stellen. Of nog meer vragen stellen. Dit is een kooi die we gemaakt hebben om honden in te houden. Om het huis heen, onder het huis moet ik eigenlijk zeggen, zit een hek. Daar sluiten we ook onze honden op. Dat is dan vooral 's nachts. Dat geeft Jai, Jai is mijn vrouw, een beetje het idee dat, dat het veilig is. Want er kan niemand binnenkomen. Nou, ons balkon. Dan is dit noemen we het kleine huis. Het is eigenlijk keuken en een veredelde opslagplaats. Hier staat een composttank. Ook zelf gemaakt. Niet helemaal mooi, maar hij doet het verschrikkelijk goed. Gooi je er alles in wat verrotten kan eigenlijk. Dus zelfs dode dieren. Geen honden hoor, maar katten. Katten. Ook niet natuurlijk. We hebben helemaal geen katten. Ratten, slangen. Toekees, allerlei beesten. Dit is onze bron. Hierachter zit onze bron. Hier doet jij de afwas. Dit is wc voor toeristen. En dan hier onze watertoren. We hebben onze eigen watertoren. En hier staat de drukpomp voor het water. Nou, dan is dit een soort opslagplaats. Nee, ik loop eerst hier. Hier is de kooi die we hebben laten maken voor de Hollandse herders toen ze gedumpt werden. Die waren, dat was echt zo lastig dat we echt een kooi voor ze moesten maken. En dan staan hier wat bananenplanten, een papayaplant. Die cactussen hier, dat maakt dragonfruit. Ken je vast wel. Lekkere fruit, lijkt een beetje op kiwi. Nou, dit gebouwtje is een kippenhok, maar er zitten momenteel geen kippen in. Dit is een ander kippenhok, er zitten ook geen kippen in. Dacht ik tenminste. We hebben wel wat kippen. Nee, hier zitten geen kippen in. Ja, hier zit de kip in. Dat zal ik later nog wel eens vertellen. Er zit ook een verhaaltje achter. Dit is achter. Composttank, die draait nu. Ik heb hem aangezet. En omdat die draait, rot alles verschrikkelijk snel. Alles vergaat heel snel. Zoals die vol zit met gras. Dan hebben we in een week of drie hebben we hele mooie zwarte compost. Echt perfect doen. Dit is gewoon opslag. Allemaal zooi. Dit is een rookoven die ik zelf heb gemaakt. Ik rook wel eens hammen of... je bent vegetarisch natuurlijk. Hammen, vis. Dit is de moeder gallery. Daar hangen allemaal foto's van de
apendemonstratie. We noemen het geen apenshow, maar een demonstratie. Want we geven geen show. Je ziet bij ons geen apen fietsen of tennissen of basketballen of gymnastiek doen of gitaar spelen. Ze dragen ook geen kleren. We laten alleen maar zien wat een aap moet leren om kooksnoten te kunnen plukken. En soms zijn mensen teleurgesteld, die hadden dan een show verwacht, maar dat kan je dus bij ons niet zien. Daar zijn we, Jong en Palm. Dit is onze ananasplantage. We hebben iets van 1600 ananasplanten. Daar kan ik ook nog heel veel over vertellen, maar dan wordt het een heel lang filmpje. Nou, dit is hier staat momenteel heel veel water, want het heeft veel geregend. Wat we tuin noemen is ongeveer 4 hectare. Dit is het klaslokaal. Hier traint jij de apen niet, maar we noemen het wel zo. Maar hier worden de demonstraties voor de toeristen gegeven. Dus dan zijn de apen zitten hier. En hier zitten dan de toeristen. We hebben soms hele grote groepen, tot wel 600 man. De meeste bezoekers zijn Thai, maar het aantal bezoekers zijn meer buitenlanders. Dat komt omdat Thai altijd in hele grote groepen komen. En buitenlanders 2 of 3 mensen. Dit is een van onze vijvers. Daar ben ik erg trots op, want er zit heel veel vis in. Tilapia. Het water is best helder. 'S Avonds brandt er licht. Dit is onze natuurlijke vijver. Die noemen we natuurlijk, maar die is helemaal niet natuurlijk. Die is ook gegraven. Maar lang voor mijn tijd. Met een huisje in het water. Daar zit ik heel graag. Alleen nu zit er een hornetnest. Dus kan je er niet meer zitten. Want hornets zijn redelijk agressief en gevaarlijk. Ze zeggen dat een steek van 7 of meer is dodelijk. En als ze aanvallen, dan vallen ze met z'n allen aan. Dan gaan ze echt met z'n allen op het doel af. Dus is het een beetje gevaarlijk. Ik sta er nu 4 meter vanaf. Het is een soort wesp. Ze maken, het nest is ook van papier. En hier. Het wordt wel een lang filmpje zo hoor. Ik hoop dat je het leuk vindt. Oh ja, je vroeg over dieren. Thai het is een boeddhistisch land, dus over het algemeen zouden ze goed voor dieren moeten zorgen. Alleen Thai gaan zelden met hun dier naar de dierenarts. Ze lossen het allemaal zelf op, ze vinden het goud te duur. Ze gaan ook niet met hun auto naar de garage. Het is een beetje het eigenschap van het volk, zeg maar. Hier zitten de apen weer en de gastenhuisjes. Het jaar is wel heel extreem. Ook als we een vogel vinden die gewond is of zo, dan gaat ze met die vogel naar de dierenarts. Dit zijn papaya's ook. Papaya's. Dit is ook een papaya. Dit is een mannetjesplant. Die heeft bloemetjes en maakt geen vruchten. De vrouwtjesplant heeft geen bloemetjes en die maakt vruchten. Dit is onze rubberplantage. We hebben er meerdere. Maar dit is, deze zit echt naast ons huis. Je ziet al de bakjes hangen. Hier is weer de vijver. En de aap met op de achtergrond weer de gasthuisjes. Ja, dit is het zo, weet je. Ik vertel er eigenlijk niet zoveel over normaal, want ik ben altijd bang dat mensen het niet zo interessant vinden. Maar ik vind het wel heel leuk dat jij er meer over wil weten. Dus ik hoop niet dat dit nou weer veel te lang is en dat je denkt, nu heb ik wel weer genoeg en alles. Groeten, doeg!